Jij zat vanochtend ook lekker op tv en we hadden meteen een discussie op gang over belasting betalen van ja. rijke mensen. En dat was met een mevrouw die hier nu aan tafel zit. Esther van Rijswijk, econoom. Goedenavond. Ja. Hallo. Jij vindt dat we een lijst moeten maken met mensen, met de ondernemers, maar dan in de volgorde van hoeveel belasting ze betalen. Hè? Ja. Waarom zouden we dat moeten doen? Esther, waarom zeg jij zulke gekke dingen? Hele gekke dingen. Mark vond het meteen heel zuur van mij. Maar ik ben helemaal niet zuur. Ik ben een heel blij mens. Ik begin even met zeggen, die lijst, dat is geen, het is niet zo dat jullie allemaal moeten gaan blootleggen. We gaan gewoon aan die rijke mensen vragen, vertel ons nou eens. Nou, en dan gok ik dat er best een paar zijn die dat willen vertellen. Sterker nog, 10 jaar geleden ben ik hier zelf aan begonnen bij Elsevier, inmiddels langer geleden. Ik had er 2. Ik ga niet zeggen wie dat waren. Nee, want ik was nog niet verder mee. Zo teasen en dan meteen... Maar ik vind dat een goed idee. En dat is dus niet verplicht. Ik denk, je hebt de Duitse filosoof die zegt van doe dat nou, dat kan een heldenlijst worden. Dat worden onze nieuwe helden. En ik zit even snel te spieken. Als je die lijst nou hebt en je vraagt, al heb je er maar 5 of 10. Ik ben gewoon benieuwd, want het zijn natuurlijk onze helden. De top 10% in Nederland, de inkomstenbelasting heb ik het over, die de meeste inkomstenbelasting betaalt, top 10 rijkste mensen, betalen meer dan 90% van alle inkomstenbelasting. Dus ja. De andere 90%, nee, ik zeg het helemaal verkeerd. De top 10% betaalt meer dan die andere 90%. Die betaalt namelijk 25 miljard. Hm. En die andere 90% die betaalt 21. Dus dat zijn echte helden. Dit is geen zuur verhaal. Dit is die rijke mensen in Nederland, dat zijn de helden. Wat ik daar dan bij zeg, is dat ik zomaar denk dat die 1000 die nu in die top, in die quote 500, de quote 1000 staan, dat een flink deel daarvan, en dat weten we natuurlijk allemaal al langer, maar zeker sinds Panama en zo, helemaal niet betaald. Of te weinig. Betaald te weinig. En dat zouden wij moeten uitzoeken via alle brievenbus. Nee, je hoeft niet uit te zoeken. Ik roep ze gewoon op. Rijke mensen, kom nou eens vertellen. Net als Trump, laat zien hoeveel je betaalt. Want je bent een held en ben er dus trots op. En misschien dat die belastingmoraal dan daar lekker op mee kan liften. Ik vind het wel een goede om even over te gaan naar de man aan de andere kant van de tafel. Fink. Terrence Fink, belastingadvocaat. Jij hebt ook... was wel aan het schudden met je hoofd. Ja, want wat vind jij er nou van? Mensen, ondernemers gaan het waarschijnlijk niet eens doen aan zo'n oproep voldoen om... Ik was niet aan het schudden met mijn hoofd. Ik was rustig aan het luisteren naar het verhaal. Maar ik denk dat er een nuance moet komen, want het is natuurlijk niet alleen de inkomstenbelasting. Laten we daar beginnen. Doen we daarna vermogen? Doen we nog maar dat is een hele lastige. Want de meeste ondernemers die in de quote 500 staan, dat zijn ondernemers. En die ondernemen via een BV. En ja, je kunt dan niet alleen naar de inkomstenbelasting meer kijken, maar je moet dan ook naar de vennootschapsbelasting kijken. Dus het is veel complexer dan alleen inkomstenbelasting. Sterker nog, als je heel veel inkomstenbelasting betaalt, durf ik te zeggen dat je vrijwel nooit in de quote 500 terecht gaat komen. Nee, sukkel. Nee. Maar als jij... Trump dat altijd zei. You're a loser. Nee, maar... Betalen is voor de domme. Ik neem het altijd op voor onze artiesten en onze sporters. En als je kijkt naar Max Verstappen bijvoorbeeld, dat is niet voor niks dat hij in Monaco woont. Dat heeft te maken met onze hoge inkomstenbelastingdruk. En ja, als je die kan matigen en je bent flexibel, en de meeste artiesten en sporters zijn flexibel, ja, dan blijf je hier niet wonen. Dus aan de ene kant begrijp ik... Daar gaat het me dus ook om. Aan de ene kant begrijp ik dat je zegt van ja, je bent een held als je veel inkomstenbelasting betaalt. Maar voor mij is Max Verstappen nog steeds een held, ondanks dat hij in Monaco woont. Max is een uitzondering. Max mag blijven en al die voetballers ook. Daar gaat het natuurlijk ook allemaal helemaal niet om. Het gaat gewoon om... Wacht even. Dit zijn al... Waarom gaat het daar nog niet om? Op, ja. Nou, kijk, het gaat om die... Die vind je wel leuk of zo. Daar heb je dan wel een soort... Nou ja, ik vind het flauw van Max dat hij om de belasting in Monaco gaat wonen. Ja, dat vind ik nou echt zeikerig. Dat vind ik nou... Nee, maar weet je wat flauw is? Kijk, als hij daar gaat wonen omdat het zijn sportieve prestaties te goede komt... of omdat hij daar zijn carrière... Dat vind ik allemaal prima. Allemaal lekker maar trainen daar. Belasting, ja. Nee, maar dat ligt niet aan Max. Dat ligt aan onze politiek die niet in staat is om een normale regeling te verzinnen voor onze artiesten en sporters om ze hier te laten wonen. Daar gaat het fout. Wat gaat er dan mis als ze hier blijven wonen? In Zwitserland bijvoorbeeld of in de Isle of Man heb je gewoon regeling in de inkomstenbelasting. Ongeacht je inkomen koop je het maximum van je inkomen koop je af. Bijvoorbeeld voor €150.000. Ongeacht je inkomen. Dat vind ik een fantastische regeling. Die moeten we hier ook hebben. Prima. Kijk, en die discussie kunnen we dus gaan voeren als we dit eens allemaal op tafel leggen. En als dat meer duidelijk... Ik zeg niet dat die belasting omhoog is, vermogen mij omlaag. Als zichtbaar wordt dat wij achterlijke regelingen hebben, wat we onze sporters niet aan kunnen doen, dan gaan we die regelingen herzien. Allemaal prima. En verder hoor ik alleen praktische bezwaren, want we moeten niet alleen naar de inkomstenbelasting kijken. Nee, maar mag ik nog één ding zeggen? Kijk, ik ben fiscalist, maar ik doe ook veel civiel. En civiel zijn procedures. Als een klant tegen mij zou zeggen,
ik wil mijn aangifte inkomstenbelasting openbaar maken. Dan zou ik meteen zeggen, dat moet je nooit doen. Want als ik een vordering heb op jou, dan weet ik precies waar je vermogen is. Prachtig. Dan weet ik ook waar ik beslag kan leggen. Dus ja, ik zou het zelf nooit doen. Ik zou het ook nooit adviseren. Ik had ook niet verwacht dat fiscalisten hier zouden gaan adviseren. Dat mensen dat moeten doen. Helemaal niet. Sterker nog, ik vond ook zelf de reactie van fiscalisten op die Panama Papers. Ik vond het echt shocking. Je hoeft er maar een vakblad erbij te pakken. En er was wel weer een editorial, een opening met... Nou, de wereld begrijpt het niet. En het is allemaal... Het mag dus vaak, hè, wat ons rijke mensen doen. Dat mag, dat is gewoon toegestaan. Ik wil juist die discussie daarover hebben. Oké, maar laten we die discussie dan eens gaan voeren. Want jij zegt de belasting. Kijk, belasting is door gelegaliseerde afpersing. Er is maar één instantie... Ja, dat is zo. De overheid zegt tegen jou... Jij moet dat betalen, want dat hebben we zo afgesproken. En we hebben volgens mij in Nederland een progressief belastingstelsel... Ja. Waar de rijken meer betalen dan de armen. En volgens mij, als je die cijfers goed bestudeert... ik denk dat Ters beter kent dan ik... zijn de rijken betalen ook echt veel meer belasting dan de armen. En het is ook zo door onze subsidieregeling... dat de premie, dat mensen subsidies krijgen. Dus als je dat allemaal aftrekt, is het al best heavy geregeld. Ja, maar ik zit hier geen pleidooi te houden om het zwaarder te regelen. Of om maar daarmee zeg ik, jij zegt van ja, laten we dat openbaar maken. Het is al afschuwelijk geregeld voor die mensen. Wat? Ze betalen al heel veel belasting. Ja, maar ik zeg niet dat ze meer moeten betalen. Maar waarom wil je dat dan? Wat is dan precies je punt? Ik denk dat als er een paar rijke, trotse Nederlanders naar voren stappen... en die laten zien wat zij betalen... dat wij ten eerste met z'n allen dit vast zullen stellen. Dat ze ongelooflijk veel geld betalen. Ja. Ja? Ik denk dat degenen die dat niet doen, die in Monaco gaan zitten... of die allerlei leuke trucs hebben, die komen niet naar voren. En jij lijkt een beetje op een Amerikaanse republikein. Want daar heb je your tax... Your tax dollars are working for you. In Amerika hebben ze... Dat zijn dus niet de democraten. Die bumperstickers, paying my taxes and proud of it. En dat hebben we in Nederland ook nog. Ja, maar dat zijn wel dus vaak republikeinen die zeggen... die weg die is aangelegd omdat ik belasting betaal. Dus er zit, ik vind dat interessant, hè, wat je zegt. Je bent inderdaad niet zuur, dat neem ik dan terug. Maar dit zit dan wel in een soort republikeins hoekje. Van wij leggen allemaal wat in voor het gezamenlijk belang. Gooit me maar in de hoek waar je wil. Nee, maar dan moeten we die discussie gaan voeren. En dan moet je ook gaan zeggen van hoeveel belasting gaan we betalen en waar gaan we dat dan aan besteden. Mijn belangrijkste doel is om eigenlijk die belastingmoraal, om het daarover te hebben. En belastingontwijking, dat mag niet. Of ontduiking mag niet, maar ontwijking wel. En in Nederland is heel lang die sfeer geweest, onder meer bij fiscalisten, ik weet niet bij jou. Het mag, dus we doen het. We hadden het Koningshuis, Christina. Het mag, dus we doen het. Ze zijn ermee opgehouden. Hè. Dat is aan het veranderen. En ik vind, dat debat wel een impuls kan gebruiken. Dus dat we daar. Plus, dat hele belastingstelsel is echt aan herziening toe. En in het debat over of die belasting nou omhoog of omlaag en waar je moet heffen, zou het ook wel helpen als mensen beter zien wie hoeveel betaalt. Ik zou nu even naar Terrence gaan. Belastingstelsel is aan herziening toe, hoor ik. Wat vind jij? Nou ja, ik wil eerst inhaken op het punt van het Koningshuis. Want een van mijn frustraties is dat de overheid zou het goede voorbeeld moeten geven. En bij de overheid hoort in mijn ogen ook het Koningshuis. Ja, nou, daar ben ik helemaal met je. Het Koningshuis geeft al niet het goede voorbeeld. De Belastingdienst geeft zelf al niet het goede voorbeeld. Hoe vaak heb ik niet in procedures ben ik tegengekomen dat ambtenaren gewoon liegen. Alleen maar liegen en niet aan waarheidsvinding doen, maar gewoon wel bewust belasting willen heffen. Of het nou rechtvaardig is of niet. En ja, als je die kant als overheid opschuift, dan kun je niet van je burgers verwachten dat ze maar zo trots zijn om belasting te betalen. En dat moeten we aan werken dan. Hè? Maar gooi het allemaal op tafel, dan kunnen we kijken wat er anders een lange weg te gaan. Een hele lange weg. En jongens, en simpele dingen. Bezwaren, ik weet er nog wat tachten. De flat tax, is dat geen idee? Dat we allemaal, dan zijn we meteen van het gezeik af. Ja, maar we hebben natuurlijk een hele grote linkse lobby in het land... die zeggen dat de vermogenden meer moeten betalen. Dus ja, als we een flat tax hebben... dan gaan de vermogenden met name minder betalen. Dus ik vrees dat het niet gaat halen. Ja, maar dat is wel zo. Wel lekker zijn. Ik kan nu een discussie gaan hebben over welk belastingstelsel dan. Prima hoor, dan gaan we die discussie doen. Want mijn punt is... rijke, trotse Hollanders, laat nou zien hoeveel belasting je betaalt. En een flat. Overigens zul je ook zien, als je aan mensen vraagt hoeveel betaal je nou echt... en je neemt uiteindelijk ook andere belasting mee... dat we in de praktijk voor een heel eind al een flat tax hebben. Die gemiddelde belastingdruk, blijkt uit onderzoeken, die verschilt helemaal niet veel. Wij doen alsof we allemaal enorm progressief, bij de inkomstenbelasting wel... maar als je btw en alles mee gaat nemen, hartstikke vlak. En dan kan je inderdaad net zo goed zeggen, laten we dan een flat tax doen... en al die regelingen afschaffen, want daar houden we alleen
Het is klus ermee aan de slag. Maar waarom hebben we de rijken nodig om te laten zien hoeveel belasting ze betalen? Omdat ik ze tot helden wil verheffen. Ja, maar laten we eens gewoon beginnen bij Jan Modaal. Is goed. Die betaalt de helft. Dit is toch bizar. Ja. Hoeveel Jan Modaal betaalt. Nou, sterker nog, mensen op het minimum betalen helemaal niks. En krijgen heel veel. Ja, en ja, klopt, dat is de andere uit. Maar dat zijn dan geen helden van je? Nou, de rijken zijn een held als ze dus de blauwe envelop niks in en er komt een dikke plus voor de belastingdienst. In termen van maar mensen die aan de onderkant zitten en die wij subsidiëren, want dat is zo, dat vind je dan geen helden? Niet op dit vlak, niet als het gaat om belastingbetaling. Dat zijn dan dus op een andere manier zijn dat mensen die dus losers zijn. Als we jouw hele redenatie mensen profiteren volgen. Enorm en dat van die hele rijke mensen die wel heel veel belasting betalen. Ja, dat is zo. Dat is wat wij in Nederland doen. En dat vind ik ook heel goed. Maar ik vind overigens echt wel dat je hebt mensen aan de onderkant die niet werken en heel veel toeslagen ontvangen en op allerlei manieren ondersteund worden. Wat vind je daarvan? Nou, en als je dan daar net boven zit en je hebt een modaal gezien waar twee mensen zich helemaal de perspleurs werken en die hebben amper meer, ja, dan vind ik dat daar iets misgaat. Dus dit is een rechtsgeluid. Dus je kan het proberen in een republikeins hokje te zetten of in een heel links hokje. Het gaat er gewoon om dat duidelijker moet worden. Zijn we gelukkig? Maar vraag me, je wil weten, hoeveel betaal je zelf een belasting eigenlijk? Ja, ik heb gisteren, dacht ik, ik moet nog even opzoeken. Ik ben ZZP'er. Ik ben absoluut bereid om dat vrij te geven. Mijn inkomsten per jaar zijn heel wisselend. Wat was het je beste jaar? Ik heb qua omzet 120 of zo, maar dan heb ik ook allemaal mensen ingehuurd. Dus dat schiet niet zo op. Ik betaal niet zo heel veel. Ik denk dat ik zo gemiddeld, ene jaar 18, ander jaar 22. 20, dat soort bedragen. 1000. Hè? Ja. Het klinkt altijd heel leuk, 18, 22. Ja, 1000. Zeggen, ja, ik ben maar loonslaaf. Maar zou je meer willen betalen? Als ZZP'er heb ik een enorm belastingvoordeel, hè, met die zelfstandige aftrek. Dus dat is weer oneerlijk tegenover de werknemers. Zou je meer willen betalen dan? Nee, ik wil natuurlijk liever minder, net als iedereen. Maar dit is ook een pleidooi om die democratie en die wereld die we toch al met z'n allen draaien. Je kan er allemaal een beetje lacherig over doen. Ik doe helemaal niet lacherig. Maar dat draait op dat wij daar allemaal... Wat ik me heel erg realiseerde, ik heb voor Elsje Lang hierover geschreven. De vorige belastingherziening heb ik helemaal doorgeakkerd. En toen ging ik naar... En dan word je vanzelf een beetje moralistisch. En denk je, verdorie, wat zou het toch fijn zijn als iedereen gewoon betaalt. Nou, toen ging ik naar Londen. En daar heb ik jarenlang gewerkt. En wij gingen daar weg na een paar jaar. En ik wilde daar afrekenen met de belasting. En daar moest ik enorm mijn best voor doen. En ik ging van de ene fiscalist naar de andere. Die zei, waar begin je aan? Je bent meer kwijt aan mijn advieskosten dan aan belastingstraf. Want ik weet allemaal niet hoe het werkt. En ik had daar een zoon in het ziekenhuis. En ik had gebruik gemaakt van het staatszorgverlening en alles. Ik wilde verdorie afrekenen. En ik realiseerde me, ik werd er ook geplaagd van... ja, je hebt er zo lang over geschreven, dan word je zo. En ik dacht, ja, dat is wel een beetje zo. Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je zo wordt. En ik wil dat andere mensen ook denken. Niet zeiken, gewoon betalen. Ik vind het een heel fijne gedachte dat er mensen zijn die dat hebben. Ik ga me af of Terrens heel veel van dit soort mensen... En ik ben geen gekke Henkie. Ik wil juist bewijzen dat er meer mensen ook geen dolle Mina, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik vraag me meer af of Terrens... Gekke Henkie en dolle Mina. Ja, maar Terrens, jij komt niet heel veel mensen tegen die zeggen... ik wil heel graag afrekenen, ik wil het even... Ik denk dat jij komt wel mensen tegen die proberen op de slimste manier belasting betalen. Laat ik het zo noemen. Ja, het klopt. Ja, dat wel zeker, ja. Er zijn er genoeg inderdaad die op goede manieren... en op basis van goede constructies en misschien ook wel hele goede adviezen... inderdaad toch iets minder belasting betalen. Maar ja, voor mij zijn dat ook nog steeds helden. Want uiteindelijk gaat het erom... Ja, wat je ze jouw boterham betalen. Nee, wat ze presteren. Wat presteer je? En laten we iemand vooral blijven beoordelen op zijn prestaties. Ik heb het over belasting. Ja, maar niet op zijn belastingheffing. Ik vind jouw moralistische geluid vind ik interessant. Maar je bent ondernemer. Je staat 's ochtends op. Je doet je winkel open of je opent je bedrijf. Dan denk je toch niet, ik ga vandaag lekker belasting betalen. Denk ik nooit. Denk ik één keer per jaar en dan denk ik, auw. Ja, maar dat is toch... Dat is toch in dat staatje. Jij vult dat ook in. Dan moet je tak, 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 bruto. Net, en dan komt er zo'n bedrag en dan komt de belasting nog. Ja. Dat zijn de allernaarste momenten voor een ondernemer. Ook voor mij. Terrence, daarom gaan ze naar Terrence toe, zwaar betaald. Ja. En dat doen wij niet. Maar dat vind ik het zo vervelende aan je. Dat je een soort van... Dat bedoel ik wel met zuur. Dat je denkt, tering, dan begint ze helemaal onderaan dat dingetje. Met belasting betaald. Terwijl daarvoor, daar zit de lol.
Ah joh, prima. Dan vinden we dus... Maar dat vind ik wel... Dat ondernemers, dan vinden we dat heldendom dat je iets creëert, dat je iets voor elkaar krijgt, dat je groei voorzet. Het gaat nooit over belasting betalen. Dat is over... nog... Okay, ik vind het goed. Dat is allemaal nog belangrijker. Maar op het gebied van belasting betalen en een bijdrage leveren aan deze samenleving. Hallo, doe nou niet net alsof dat dan allemaal niet meer ertoe doet. Nee. En dat is ook echt mis met die instelling. Ik, toen de Panama Papers begonnen... Ik spreek een maar hele er staan hele weinig rijke... mensen die quote vervonden in de Panama Papers. Dat nee, is ook een aanname van je vanochtend. Goddank. Niet klopt. Nee, maar weinig. Nee, maar ontwijking staat... De buitenlandlijst, dat weet Sonny beter dan ik, dat is één groot Monaco-festival. Daar heb je gelijk. Nou, klopt, en België. Dus ik heb het hier natuurlijk ook over ontduiken. Hoeven we het alsjeblieft niet te hebben, toch? Dat mag gewoon niet. En dan hebben we het ook nog over ontwijking. Maar, dat mag wel, jij vindt het moreel laakbaar. Nou ja, en we doen allemaal, we willen die morele discussies allemaal niet. En waarom eigenlijk niet, denk ik dan? Ik ben het heel met je eens met die morele... Maar het is zo vervelend om meteen over de ellende te beginnen. Nou, dan mag jij eerst 10 minuten lekker feesten over hoe fijn het allemaal is. En dan daarna mag ik dan nog even dit... Ja, nee, natuurlijk. Je moet weten, dames en heren, ik heb van tevoren een correspondentie tegen jullie gezien. Jij zei letterlijk tegen hem, ik lus je rouw. Hè? Nou ja, we vinden elkaar wel leuk, hoor. Nee, dit gaat aan de bar nog langer door. Terrence, wij kunnen ook even... Maar Terrence, de constructies, de Panama Papers, ik hoor Panama Papers ook weer terugkomen. Dat zijn ook helden van mij. Noem eens even iemand die het echt heel goed gedaan heeft. Die heeft een hele goede deal met jou gesloten. Ja, sorry. Ja, nee. Het ligt natuurlijk wat complexer. Hè? Want jullie zeggen ze komen allemaal naar mij toe omdat ze adviezen willen hebben om zo min mogelijk belasting te betalen. Ja, dat is een deel van mijn praktijk. Een ander deel van mijn praktijk komt simpelweg naar me toe omdat er een zwaar conflict is met de Belastingdienst. Ja. En soms ten onrechte vind ik. En vindt een ondernemer. Simpelweg omdat hij in Nederland onderneemt. Iets moois aan het opbouwen is. En de Belastingdienst bijvoorbeeld op een wetenschappelijk of theoretisch punt vindt. Dat er meer belasting betaald moet worden. Ja, dan merk je dat soms belastingheffing helemaal niet zo rechtvaardig meer is. Aanpakken die Belastingdienst. Vol erin. Ja, maar dat is een lastige. Want er zijn al heel veel mensen natuurlijk weggesneden bij de Belastingdienst. Nou, ik ben een van de weinige mensen die zegt. Dat kost de schatkist alleen maar geld. Er gaan zoveel mensen uit. Dat bijna geen ondernemer meer gecontroleerd wordt. Wat ook een vaag signaal is. En dan aan de ene kant zeg jij dan van ja, je moet trots zijn om belasting te betalen. Maar aan de andere je kant... moet de Belastingdienst keihard aanpakken als ze het verkeer doen, oneerlijk doen als het niet klopt en als ze er een puinhoop van maken. Ja, maar dat is schandaal op schandaal op schandaal. Dus waar eindigt dat? Weet ik niet, maar daarvoor moet je ook niet bij mij. Voor mij is het heel simpel. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Die moet het netjes doen. Die moet de wetgeving helemaal introduceren mee. En die ook heel lang bestendig hetzelfde laten. Nou, dat lukt de overheid al jarenlang niet. Vervolgens geven ze zelf het slechte voorbeeld. Kijk naar het Koningshuis, wat het ene schandaal op het andere. En die proberen dan ook weer te weinig belasting te betalen. Ja, en dan zeggen we tegen de burgers, ja, maar jullie moeten je wel aan de wet houden. Nee, maar ja, zijn de burger slaapt niet. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat Koningshuis, ik vind het echt schandalig ook. En dat bedoel ik, hè, dus Christina die jarenlang geld in Guernsey had staan en zo. Dat kan, dan gaan wij ook denken dat dat heel normaal is. Misschien is het ook wel normaal. Nou, dat misschien is het wel normaal. Niet, maar waarom is het niet normaal? Laten we die discussie voeren. Waarom is een Panama-constructie... Omdat je hier op wegen rijdt die gemaakt moet worden. Omdat je je kinderen naar school stuurt. Omdat er hier lantaarnpalen moeten staan. Omdat de politiemannen moeten zijn. En omdat we te weinig geld voor de Belastingdienst hebben. Om te zorgen dat iedereen gewoon zijn belasting betaalt. Dat ben ik helemaal met je eens. Jawel, maar een Panama-constructie kun je alleen... Kijk, een sigarenboer hier op de hoek. Of iemand anders die hier in Nederland zijn winkel heeft. Die kan niet zomaar naar Panama. Dat heeft geen zin. Dat gaat alleen maar. Dus die mogen de scholen en de wegen en de artsen betalen. En de rest gaat lekker in Panama. Nee, nou, of moet ik Esther bijvallen? Nee, maar het kan. Nu pas! Nee, maar ja, voor de rest heb je onderzoek. Nou, laten we iets anders zeggen. Je hebt het over de Panama Papers. Volgens mij zijn de Antillen een soort van gemeente van Nederland. Waar of niet waar? Prima. En ik vind. Ja. Op de Antillen kan je ook op 0% uitkomen met je structuur. Ja, niet doen dus. Ja. Maar dat is een gemeente van Nederland. Ja, dus waarom de Antillen wel en Panama niet? Je bent een jurist, ik hoor het. Maar waarom? Omdat de Antillen wel en Panama niet? Hier je kinderen naar school stuurt. En hier naar het ziekenhuis gaat. En hier over onze wegen rijdt. Ja, maar dan moet je zelf gaan verhuizen. Het gaat om een vennootschap die je opricht ergens, die is flexibel. Ga daar dan lekker. Als je daar ook woont, mag je van mij ook daar betalen. Dat is geloof ik ook het hele maar principe. Maar bedenk je hoeveel vennootschappen er in Nederland gevestigd zijn? Ja, om onze verdragen, om onze deelnemingsvrijstelling. We zitten hier naast Intertrust. Ja, dat is een hele... We kunnen ook even naar de overkant lopen om daar over te hebben. Ja, daar profiteren we van. Maar dit is onder fiscalisten het verhaal. Ja. Toen die Panama Papers eruit uitkwam, een hele rijke kennis van mij, een vrouw die zegt op een gegeven moment, ik ben toch wel geschrokken. En ik heb meteen aan mijn man gevraagd, dat doen wij toch niet. Hè?
En die man die zei, dat weet ik niet, zei die man, dat ga ik eens even checken. En zij beweerden dat ze ook een andere familie kenden die dat ook even gingen checken. En die zijn dus naar hun fiscalist gegaan en die hebben gezegd, dat doen wij toch niet, hè? En dat deden ze dus wel. En daar kwamen ze toen door het debat in de pers achter dat ze dat eigenlijk helemaal niet wilden. Dus wat heb jij en je vrienden die mensen allemaal wijs zitten maken? Maar dat is selectieve verontwaardiging. Natuurlijk weet je hoe je structuur eruit ziet. Het zou toch bizar zijn dat iemand iets structureert zonder dat je het zelf weet. Maar ze wisten gewoon niet goed hoe schandalig ze bezig waren. Dan hebben ze waarschijnlijk gevraagd van ik wil minder belasting betalen of op een betere manier mijn geld beleggen. Ja. En hebben de fiscalisten een manier gekozen. Tuurlijk is het in eerste instantie dat hun. Dat is wel een beetje wegkijken, vind ik dan. Tuurlijk, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik wil alleen maar duidelijk maken dat het debat in de het publieke debat deze mensen wel degelijk tot denken heeft aangezet. En nou ja, ik heb niet durven vragen de vorige keer dat ik haar zag op een borrel van heb je het al teruggehaald, het geld? Wie is dit? Ja. Kom op, Esther. En dat teaser van jou. Ik snap opeens dat sms ik wil een vrijwillige lijst. Een vrijwillige lijst. Nou, dat is een punt gemaakt. Zodat we dit debat kunnen hebben en dat iedereen stilletjes geen banga-lijst. Ja, hey, daar moeten we het helemaal niet meer over hebben. Tot slot, Terrence, dan nog één keer de vraag. Wie is dan echt de leukste in de quote 1000 die echt zijn financiën goed geregeld heeft? Ik denk dat ze het allemaal goed geregeld hebben. Anders staan ze niet in de quote 500. Ik wou 1000 hoor ik jou zeggen. Dus, 1000, ja. Ik loop achter. Dames en heren, we hebben dit jaar 2 keer zoveel namen. Het is nu in de winkel, €20, moet ik dat ook nog even zeggen. Nee, maar het laatste wat ik erover wil zeggen is, kijk, heel veel mensen zijn natuurlijk helemaal niet zo blij dat ze in die lijst staan. Want het heeft ook gewoon privacy-achtige redenen, beveiligingsachtige redenen. Dat je denkt van ja, ik ben niet zo blij dat in de andere kant vindt het statusverhogend. Dus ja, die groep is er ook. Ik ben net aan de lijn, Peter Gillis. Nee, maar dat wil ik wel als bruggetje gebruiken naar het statement van kom maar op met je aangifte, gooi het maar open. Ik bedoel, als je niet blij bent dat je naam in zo'n lijst voorkomt, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je zegt vrijwillig. Hier is mijn aangifte, kijk eens wat ik betaal. Zullen er niet veel zijn? 5 voorlopers. Eén vraag, denk je, want dat zegt die Peter Sloterdijk. Dan ronden we af. Ja, die Duitse filosoof, die zegt dus, zo'n lijst kan statusverhogend werken. En dat kan een nieuwe moraal, een nieuwe beweging. Kan je je daar iets bij voorstellen? Denk je dat er ooit tussen jouw klanten wel eens iemand heeft gezeten die zegt, ja, waarom ook niet? Ik ga het gewoon eens naar buiten brengen. Ik ben er trots op. Nee, maar er zijn heel veel klanten die ik heb en die zeggen, ik heb helemaal geen moeite met belasting betalen. Helemaal niet. Maar om ermee naar buiten te treden. Zullen we er een mooi vredig moment van maken? Als jij nou regelt dat iemand dat gaat openbaren, dan mag Esther daar. Nee, quote moet dit. Jij komt dan met die naam van die dame die uit Panama is getrokken. En wat zijn we rond? Ja, maar het is weer een stukje beter. Ik ga het niet regelen. Ik ga het niet regelen. Dat mag iemand zelf doen. Maar ik ga niet toe aanzetten om dat in de openbaarheid te gooien. Net wat ik zeg, het ligt veel. Een slecht advies, hè? Nee, maar het ligt veel complexer. Als je je aangifte inkomstenbelasting neerlegt en niet die van je BV's eronder, ja, dan heb je nog geen inzage. We komen er niet uit voor nu. Ik dank jullie hartelijk, Esther van Rijswijk. Dankjewel. Dat is Vink, hartstikke bedankt. Dan gaan we nog even door. Zometeen hopelijk nog even contact over de quote 500. Een lid die volgens mij ook wel heel slim is met buitenlands geld en geldstromen. Nu even een plaatje van de band die in Nederland goed weet belasting te ontwijken. De Rolling Stones.